In de tweede voetbalklasse gaat het van langzaam minder goed met Antwerpen. Tegen Oostende en Waasland-Beveren konden afgelopen weken niet gewonnen worden, al zaten de omstandigheden en of de spelleiding toen niet echt mee. Maar gisteravond kunnen we gewagen van een afgang. 0-3 tegen Heist, het clubje uit Heist op den Berg, een gemeente die alleen enige bekendheid geniet als geboorteplaats van Polle Pap. Ja, wat heb je hierop te zeggen? Weinig. De supporters hebben het gezongen, dus wij voelen hetzelfde. Dus wij voelen ons heel verantwoordelijk nu. Beschamend, daar was iedereen het over eens gisteravond op de Bosuil. Na 2 minuten al moest doelman De Fournie zich omdraaien. Niet 1, maar 3 Heist-spelers kunnen zich vrijlopen. Het is uiteindelijk Webers die mag binnentikken. Manque de concentratie, 3 goals. Het gebeurde dus niet 1 keer, maar 3 keer dat Antwerp zich liet ringeloren op stilstaande fases. Door de nummer 15 in het klassement. Door een ploeg die maar 3 keer per week traint en nog maar 1 keer kon winnen dit seizoen. De 0-2 en de 0-3 vielen in de tweede helft. Doelpuntenmakers waren Kriel en opnieuw Webers. J'ai pas de mots vraiment au niveau des explications. Maintenant, je sais qu'il va falloir changer des choses ou bien travailler, mais vraiment différemment. Tegen Heist kon Antwerp na die vroege achterstand 20 minuten een vuist maken. 20 minuten waarin het 3 grote kansen versierde, maar waarin het opnieuw niet kon scoren. Dosunmu, Oris en Dunkovic misten. Het missen van open doelkansen, is het misschien dat wat vreet aan de groep? Of is het een gebrek aan fysieke paraatheid? Of simpelweg tactisch en technisch onvermogen? Feit is dat Antwerp in helft 2 Heist gewoonweg niks meer in de weg legde en de slordigheden opstapelde. Bij de 0-2 zong de kritische en impulsieve Antwerp-aanhang Shame on you. Bij de 0-3 applaudisseerden de fans voor de tegenstander. Il y a beaucoup de motivation. On sent les joueurs avec beaucoup d'envie. Maintenant, ce qu'il y a, c'est peut-être que c'est ça un petit peu que les supporters râlent, c'est qu'ils ne ressentent pas tout ça sur le terrain. Il y a peut-être, on encaisse, c'est pas grave. Il y a plein d'équipes qui arrivent à se relever. Et c'est ce qui nous manque un petit peu cette année, c'est une mentalité de guerrier où ben, on encaisse, ben, on va en mettre 2. On en encaisse 2, on va en mettre 3. Et c'est peut-être ça qui manque un petit peu cette année. Bart de Rover kon tegen Heist niks anders dan nagelbijtend toekijken. Gefrustreerd ook, omdat Antwerp vooral door de lijnrechter niet geholpen werd. Kevin Oris werd in helft 1 al teruggefloten voor dit buitenspel twijfelgeval. In helft 2 werd een doelpunt onterecht afgekeurd voor buitenspel van Omar Diouk. Maar op dat moment was het al 0-3 en was het rood-witte kalf al verdronken. 0-3 en 1-9 voor Antwerp. Dit is een afgang, een blamage? Natuurlijk, dat is heel duidelijk. Dus, maar ik denk dat na zo'n prestatie heb je geen recht op spreken en moet je heel stilletjes zwijgen en heel hard terug gaan werken volgende weken. Ging er iets goed eigenlijk? Ging er iets goed? Dus na 3 minuten krijg je een vrije trap tegen en die gaat. Die gaat binnen en dan herpak je jezelf wel in die zin dat er nog een vrij goed tempo gespeeld werd daarna, eer 15, 20 minuten daarna. En dan het is te statisch geweest, te weinig beweging. Het was ver onvoldoende, oké. Okay. Dus iedereen is enorm pist vandaag en terecht. Dus ik denk niet dat ik nog heel veel jongens ga zien nu. Er hing na de pijnlijke nederlaag op de Bosuil een crisissfeertje. Vooral de 2 spitsen, Tosin Dosunmu en Kevin Oris, werden geviseerd. En ook trainer Bart de Rover ontsnapte niet aan de kritiek. Heb je het gevoel dat jij zelf ter discussie staat? Wat bedoel je? Ja, 1-9, ambitieuze club. Dan weet je genoeg, zo gaat dat in het voetbal. Dat weet ik goed genoeg. Dus een. Ik spreek af van morgenochtend met mijn spelers. Je hebt niet het gevoel dat jouw job, jouw functie ter discussie staat op dit moment? Het gaat nu niet om mij, het gaat om de spelers en die ploeg. En, er zijn te veel spelers momenteel in één keer uit vorm. Dus als dat uitblijft, goed, we gaan er we moeten het zo snel mogelijk het tijd proberen te keren.
Intussen zaten Bart De Rover en sportief directeur Gunter Hofman samen voor overleg. De Rover blijft trainer, maar hij kan zich de eerstkomende weken geen puntenverlies meer veroorloven. Meer over de situatie op de Bosuil morgen in Sport op Maandag. Want dan is Bart De Rover de gast hier, samen met oud-Heverlee-doelman Thomas Kaminski, die gisteravond dus won tegen zijn ex-club Beerschot.